staan hier nu bij Molenbeek, dat volop in aanbouw is. Nunspeet is natuurlijk een prachtige gemeente om te wonen en te werken. Dat laten we hier op de achtergrond ook zien, dat je hier ook mooi kunt wonen. Heel veel mensen hebben hier ook belangstelling voor. De eerste fase is dus bijna gereed. De eerste mensen zijn de afgelopen jaar erop komen wonen. De komende tijd zijn we druk bezig om weer verder te gaan met fase 1b. En wij zouden heel graag fase 2 en fase 3 van Molenbeek ook verder helpen. Op dezelfde manier als dat we fase 1 gedaan hebben. Ruimte voor particulier initiatief, dat is voor ons altijd belangrijk geweest. En ook de afgelopen periode is daar met name door onze fractie hard op ingezet dat daar ruimte voor moest komen. Dat is ook gelukt. We hebben in alle kernen inmiddels al via woningbouw op maat, wat de noemer is onder, voor het particulier initiatief, woningen gerealiseerd. Alleen de kern Vierhouten blijft nog op dit moment wat achter en daar wordt hard aangetrokken. En we hopen de komende 4 jaar daar heel veel inzet op te plegen, zodat de jonge Vierhouters ook in Vierhouten kunnen blijven wonen.